Ja, het blijft een lastig spelletje als je in de kroeg staat. Wat je ongetwijfeld dit weekend misschien nog wel gedaan hebt. Misschien niet in de kroeg, maar je bent wel vrouwen tegengekomen. Laat ik het zo zeggen. En dan zit er wel eens eentje tussen dat je denkt van... hé, maar zij is echt zo leuk. Die wil ik zo graag vaker zien. Daar wil ik mee afspreken, daar wil ik mee daten. Of misschien wil je daar hele andere dingen mee doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, je weet gewoon niet hoe je die moet aanspreken. Blijft altijd een lastig dingetje. Eén persoon in Nederland, die heeft dat nooit. Die weet altijd wat hij moet zeggen, die weet wat hij moet doen. En dat is de meeste versierder van Nederland. Tim Veninga van versiercoach.nl. Ja, die heeft echt belangrijk nieuws om te melden. Tim, goedenavond. Goedenavond, hoe is ie? Ja, het gaat hier lekker. Het was nog even spannend of ik jou een telefoon zou krijgen, maar het is uiteindelijk gelukt. Waar zit je en waar hang je uit? Ik ben hier net geland in Hongarije. Ik kom uit Spanje. Oh, oké, je vliegt. Het was inderdaad behoorlijk spannend, ik zeggen. Dat je het vliegtuig stuiterde meer dan wat ik leuk vond. Nee joh, dat ben je niet. Oh, verschrikkelijk. Ja, ik ben al niet zo'n held met vliegen en zo. En als dat nog wel een beetje turbulentie erbij komt, dan... beginnen mijn palmen wel een klein beetje te zweten. Maak je mij ook niet blij mee, inderdaad. Hé, je had iets wat je echt nog even kwijt moet aan de mensen, hè? Want je bent natuurlijk dé versiercoach van Nederland. Jij kan echt de tips geven om iemand toch wat zelfverzekerder te maken. Dat hij gewoon wat krachtiger overkomt bij de vrouwen. Maar je hebt nu iets, dat is echt, dat gaat echt voor verandering zorgen. Ik heb wel wat leuks. Ik moest het vooral gaan denken omdat ik in Spanje was. En in Spanje zijn de scholen nog niet zo goed als dat ze in Nederland zijn. Oh, is dat zo? Ja, althans dat weet ik niet. Maar die mensen die spreken echt allemaal voor geen bal Engels. Nee, dat klopt. Ja. Dat is op zich best wel maf. Want altijd als ik op vakantie ga, dan ga ik altijd naar de meest vreemde, niet meest typische vakantielocaties. Waar mensen dus heel vaak ook gewoon geen Engels spreken. Er is eigenlijk één heel simpel ding wat je altijd kan doen als je op reis bent en je staat in een club tegenover een vrouw. Is, je hoeft niet eens heel veel te praten. Je zet gewoon Google Translate aan op je telefoon. En je gaat gewoon de meest willekeurige zinnetjes in je telefoon toetsen. Ja, oké. Okay. Dus wat je doet is eigenlijk je probeert te vermijden dat je een normaal gesprek met iemand voert. Maar wat ik dan doe is dan loop ik naar een vrouw toe en dan toets ik in mijn Google Translate in van waar zijn de apen? Ik wil de apen zien. Oké, en dat werkt. Want ze begrijpen in eerste instantie niks van. Ze zijn altijd heel behulpzaam. Van, ja, dat kan je waarschijnlijk niet bedoelen. En dan stel ik er een zinnetje achteraan van ik ben mooi en slim. En wie ben jij? Ja, precies. Je stopt geen beer in een auto. Je geeft de meest willekeurige zinnetjes en je kan ermee jezelf eigenlijk urenlang vermaken in een totaal vreemd land waar je de totaal niet spreekt. En het gaat eigenlijk altijd goed. Ja, en dat gaat uiteindelijk helemaal nergens over. Dus je kan er ook niet beledigen of zoiets? Nee, je kan eigenlijk helemaal niks fout doen. Als je een serieus gesprek probeert te voeren via Google Translate, dan werkt het niet. Nee. Maar zolang je maar het zo debiel mogelijk houdt, dan vinden vrouwen het altijd geweldig en ze betrekken er vaak hun vriendinnen bij. En de afgelopen 4 dagen heb ik met 2 vrouwen geslapen die echt nul Engels spraken. En de enige manier waarop je ermee weg kan komen is met behulp van Google Translate en een beetje domme gebarentaal. En lichaamstaal natuurlijk. Ja, het zijn wel avonden waar ik het probeer te doen volledig zonder te praten te doen. En dat kan prima als je lichaamstaal maar een beetje op orde is. Fantastisch. Dus eigenlijk gewoon bewust dingen doen en gewoon bewust hele rare zinnen erin zetten die helemaal nergens op slaan. Waarvan ze ook denken van het is eigenlijk wel schattig dat die persoon niet zo goed Engels kan spreken. Ja, dat is als je in een vreemd land bent, dan is dat de beste manier om ervoor te zorgen dat je alsnog gewoon lol hebt. Top. Nou, ik ga je tip weer meenemen. Ik ga binnenkort ook op vakantie, dus wie weet heeft het zin. Kijk, helemaal goed. Waar ga je heen? Ik ga naar New York toe, dus daar spreken ze wel Engels, denk ik. Maar dat doe ik wel gewoon alsof ik uit Tsjechië kom, dat ik helemaal geen Engels spreek. Ja, dat doe ik ook altijd als ik Nederlanders op vakantie tegenkom. Dan spreek ik met een soort van gebroken Duits accentje, spreek ik dan Nederlands. Ja. Ja, ik ben Tim. Ik ben van Duitsland. Oh, mooi, ja. Heel mooi. Fantastisch. Nou, dat is ook nog een goede tip als je dus in Nederland blijft. Kan altijd. Ja. Hey Tim, dankjewel en ik ga je volgende week weer spreken. Oké, tot volgende week. Fijne avond. Hoi.